Jongens, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag is het tijd voor de review van Mooier Wordt Het Niet, aflevering 2. Vorige week hebben jullie natuurlijk de aflevering gezien met onder andere Mariette. Heel erg bedankt voor alle mega leuke reacties. En ook zo lief voor Mariette, want die heeft er echt heel veel aan gehad. Voor wie de aflevering van deze week heeft gezien, dit ging natuurlijk heel erg over het zelfbeeld en waar... Door ontstaat nou je zelfbeeld? Welke factoren zorgen ervoor dat wij goed denken over onszelf? En ik zit hier vandaag met jou. Ja. Voor mij was jouw portret de meest indrukwekkende die ik uit die serie heb gefilmd voor aflevering 2. En kun jij vertellen waarom jij in de aflevering zit? Nou ja, ik ben inderdaad uitgenodigd om met jou te gaan praten over het feit dat ik BDD heb. Ja. Body Dysmorphia Disorder. Dat is een stoornis eigenlijk waarbij... Ze zeggen altijd, als ze het heel plat vertalen, zeggen ze ingebeelde lelijkheid. Ik zeg zelf altijd van wat er bij mij misgaat is dat ik een te grote waarde hecht aan mijn uiterlijk. Ben je ook onzeker over je innerlijk of is het echt puur je uiterlijke kenmerken? Het was puur mijn uiterlijk, maar mijn uiterlijk had zo overgenomen dat ik voor mezelf geen innerlijke waarde had. Dus als iemand aan mij vroeg van hè, waar ben je goed in of wat vind je een mooie eigenschap van jezelf, dan kon ik dat niet benoemen. Omdat ik gewoon alleen maar mijn waarde lag in wat iemand vond van mijn uiterlijk. Eigenlijk kan jij niet echt iets positiefs bedenken, toch? Nee. Aan nee, je uiterlijk. Nee, en dat is inderdaad... Een jaar geleden was dat echt zo heftig dat ik gewoon... ook daardoor heel erg zwaar depressief werd. En dus ook gewoon alleen nog maar dat zag aan mezelf. Dus alleen nog maar de mislukking. En voor de rest niet meer zag wat er allemaal goed ging in mijn leven. Wat ik merkte ook toen ik bijvoorbeeld aan mensen die ik ken ging vertellen dat wij dan hadden gefilmd. Dat ze als eerste vraag hadden ze dan altijd, maar is ze dan ook lelijk, weet je wel? En dan zei nee, het is echt een super mooi meisje, maar zij ziet dat niet. En je moet me maar corrigeren als het niet zo is, maar ik vergelijk het dus wel met ziektes die je wel ziet, zoals bijvoorbeeld anorexia. Eigenlijk is dit ook een vorm van controle en geestesziekte. En ik denk dat jouw pech is dat mensen het niet zien. Nee. Nee. Dus het lijkt me heel moeilijk om die druk te ervaren dat je dus continu een soort van moet verdedigen waarom het oké zou zijn dat jij je zo voelt. Want jouw ziekte mag er natuurlijk in die zin ook zijn. Je hebt liever dat het er niet is. Ja, het is inderdaad een standaard reactie van mensen als je erover vertelt. Dan is het van, ja maar waarom dan? Ja, ik vind jou mooi. En ik denk, ja dat kan je me wel zeggen, maar het komt niet binnen. Omdat ik het zelf niet zie en ik dat zelf niet ervaar. Hoe voel jij je nu? Ja, eigenlijk heel goed. Ja? Ja. En ik denk ook wel dat meedoen aan dit programma me nog sterker heeft gemaakt. Als jij zegt ik voel me goed, betekent dat je je ook niet meer lelijk voelt? Nee, dat is niet waar. Nee. De BDD blijft, dus ik kijk nog steeds niet in de spiegel en ik denk yes. Kijk je wel in de spiegel? Ja. Nee, dat is allemaal prima. Dat ging inderdaad toen niet. Nee. Toen heb ik echt een maand of drie niet in de spiegel kunnen kijken. Nee. Ik kan het nu alleen beter naast me neerleggen. Maar het blijft altijd op de achtergrond. Dus als ik heel erg nerveus ben of als ik heel veel stress heb gehad, dan merk ik dat het sneller opkomt. En dat hoe ik ging het toen wij klaar waren met filmen? Want wij hebben toen besproken, eigenlijk toen wij klaar waren die dag, we zijn een hele dag samen geweest. En toen zei jij van, oeh, dit is wel een trigger. Zaten er stukken in waarvan je dacht, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het dus nog steeds niet helemaal nee? heb kunnen zien. Nee, want het is echt, juist omdat het zo goed gaat met mij, vond ik het dus heel moeilijk om me daarin te gooien. Dus ik heb het eerst toen ik de aflevering kreeg en ik heb dan van de redactie apart mijn stukje gekregen, heb ik er heel snel doorheen gescrolld op een heel klein schermpje. Oh ja, goed, doe ik ook altijd. Ja. Oké, nou ja, prima. Ik schrik niet enorm van mijn uiterlijk en het is oké. En toen heb ik het langzaam gekeken, maar zonder geluid nog. Ik denk, dan merk ik in ieder geval niet of ik iets stom zeg. Ja. En nu ben ik ongeveer halverwege. Denk je dat mensen die dit kijken zich kunnen voorstellen hoe overheersend deze... Mag ik het een ziekte noemen? Ja, zeker. Het is een ziekte, toch? Ja. Denk je dat iemand dat kan begrijpen die het zelf niet heeft? Hoe levensoverheersend dit kan zijn? Als je het in kort contact met mensen uitlegt, dan knikken ze wel en denken ze ja. Ja. Hmm. Maar je ziet dat het niet echt, het komt niet over. Het is heel moeilijk om aan mensen te laten begrijpen dat zoiets oppervlakkigs als uiterlijk zo'n invloed kan hebben op je leven. Ik kan me echt voorstellen dat jij je bijna bezwaard voelt om uit te moeten gaan leggen wat je dan hebt. Ja, dat klopt. Ja, nou ja, ik meld het dus ook niet zo snel. Nee. Het is meer op het moment dat het ter sprake komt. Bijvoorbeeld, ik werk in een bedrijf met best wel heel veel mensen. En, mijn afdeling wist het dan wel, maar de rest niet. Dus ik heb ook wel een paar reacties gehad. Mensen naartoe kwamen en zeiden, hoe dan? Zelfs toen ik zo diep zat,
hebben ze op mijn werk niks gemerkt. Omdat je toch, ja, je zeker hoogte voor schaamt of zo. Het is omdat het zo moeilijk uit te leggen is. Ja. Want dan denken mensen, ja, dat is fijn dat jij je lelijk voelt. En? Voel ik ook. En als je het zou moeten uitleggen, ook al denk je daar liever niet aan terug, dus we hoeven niet heel lang erbij stil te staan. Maar in die ergste momenten, waar leidde het naartoe? Voor de buitenwereld had ik dus gewoon nog steeds een normaal leven. Alleen 's avonds dan stortte ik echt helemaal in. Dus dan zat ik echt huilend op de bank. En ik durfde geen nieuwe situaties meer aangaan. Dus ik bleef heel erg in mijn veilige bubbel. En alles wat daar buiten kwam, dat ging ik gewoon niet aan. Want ik had zoiets van, ja, dan moet ik naar buiten. En dan moeten andere mensen mij zien. En dan moet ik met nieuwe mensen in contact komen. Yeah. En als ik iets erg vind, is met nieuwe mensen in contact komen. En dat gaat nu een stuk beter. Maar toen had ik echt zoiets van, oh nee, ik ga niet... Is dit dan ook een heel avontuur, dat je helemaal naar Amsterdam komt en dat je in een nieuwe omgeving hier zit? Nou, het feit dat ik dit doe en het feit dat ik hier dus eigenlijk zo relaxed binnen kwam lopen, dat betekent voor mij dat ik zulke stappen heb gemaakt. Ik zei ook vanochtend tegen mijn man, die zei, ben je nerveus en gaat het? Ik ben eigenlijk helemaal niet nerveus, ik heb er gewoon zin in. Dus ja, dat betekent eigenlijk gewoon dat het heel erg de goede kant op gaat. En als jij dan bijvoorbeeld de aflevering, heb je die gezien met Mariette? Ja. De eerste aflevering? Ja. Kan jij je dan voorstellen dat mensen dat dan zien? En dat ze dan denken van, ja, maar wat heb jij nou te zeuren? Kijk, zij heeft het maar echt dat denk zwaar ik ook. Gehad. Dat denk je zelf dat ook. Dat kan ik zelf ook denken. Dat ik echt denk, waarom? Ja. Wat? Ik bedoel, zij moet het zo zwaar hebben gehad. En zij is zo sterk. En dan denk ik... Bizar, hè? Nou, hoe kan ik dan zo diep zijn gegaan gewoon? Terwijl dat zij zo sterk daar staat en dit ook gewoon doet. Maar dat is denk ik dus ook wat mensen, hoop ik, gaan begrijpen. Dat het echt iets is in je brein. Ja. Het is geen keuze. Het heeft niks te maken met mooi zijn, dik zijn, dun zijn, whatever. Nee. Het had zich kunnen uiten in heel veel vormen. Ja. Maar bij jou heeft het geuit hierin. Ja. En hoe zie jij nu de toekomst, Sorje? Nou ja, heel erg goed. Ja, komende jaar is natuurlijk heel spannend. Ons tweede kindje komt eraan. Dus... Ik mag niks zeggen, maar nu mag het wel. Nu mag het wel. Maaike heeft wekenlang therapie gehad om beter om te kunnen gaan met BDD. Sylvia Boksmeer was daarbij een van haar gedragstherapeuten. Vandaag heeft ze haar afsluitende gesprek. BDD komt zo 1-2% voor in de Nederlandse bevolking, zowel mannen als vrouwen die daar last van hebben. Bij BDD gaat het wel verder dan een slecht zelfbeeld. Dus bij BDD zie je dat die aandacht op één of meerdere aspecten is zo groot. Je moet je voorstellen dat mensen daarmee wakker worden. Dat zit al direct in hun hoofd. In de spiegel is het enige waar ze naar kijken. Op straat is het enige waar ze bij anderen naar kijken. Dus het is echt obsessief. Ik ben wel heel benieuwd welke dingen goed zijn gegaan de afgelopen 3 weken. Het is eigenlijk over het algemeen wel heel goed gegaan. En had je het zonder die therapie ook gekund, denk je? Is het een ziekte die vanzelf zou kunnen verdwijnen? Ik denk het niet. Ik vind het heel moeilijk, want tijdens de therapie bijvoorbeeld mogen we ook niks in ons uiterlijk veranderen. Er was bijvoorbeeld ook iemand bij ons en die wilde een beenverlenging. Dus die wilde zichzelf langer laten maken. Die was heel serieus daarover. Die was heel serieus. Ik maak serieus. Wel eens grappen dat ik dat wil, maar dat is natuurlijk helemaal niet grappig. Die was iemand daar echt... heel serieus. En dat soort cosmetische ingrepen, dat mogen we dus absoluut niet doen, omdat dat wel tijdelijk de BDD kan stillen. Waarschijnlijk is het een kwestie van tijd en dan zie je wel weer wat anders wat niet klopt. En dat is waarom de aantal Hollywoodsterren die wel dus uiteindelijk hebben gezegd van, nou, ik heb BDD, dat die zo'n onwijs plastic... Ja. Dat komt dus, dat is dus dat helemaal kan, niet vanwege ijdelheid, maar dat is echt een soort uitdaging. Nou wil ik niet zeggen dat iedereen die plastische chirurgie doet en daarin doorslaat ook per se BDD heeft. Ja, het lost het niet op. Wat zou jij in de toekomst het liefst voor jezelf willen? Wat zijn nog je doelen of dromen die je hebt? Nou ja, ik ben dus nu bezig met een boek. Over wat er is gebeurd. Ja. En dan ook niet alleen maar over mijn verhaal. Want ik heb zoiets van, daar zit ook niemand per se op te wachten om een heel boek te lezen hierover. Maar dan gecombineerd juist met de tips en tricks die ik heb gekregen. Voor de jonge vrouw om die zelf toe te passen. Mm. Ja, als ik nog verder droom, dan hoort bij dat boek ook een soort van lesplan. Wat ik heel graag met jongeren zou willen doen. Bijvoorbeeld op middelbare scholen. Want ik denk, als jij bijvoorbeeld aan nu een 16-jarige vraagt van waarom is dat je beste vriendin, dat ze gewoon dichtklappen. Dat ze gewoon bijna niet meer, ze kunnen bij elkaar niet benoemen wat ze fijn vinden aan iemand en waarom ze iemand aardig vinden. Zeker in de tijd van social media nu, dat jongeren heel erg kan helpen om ook eens een keer verder te denken en dus ook niet zo oppervlakkig te denken. Als jij kijkt naar mijn social media bijvoorbeeld, heb jij daar... Wat doet dat met jou? Of heb jij punten waarvan je denkt, ja, als je dit anders zou doen, zou het denk ik veel sterker zijn?
Mag ik daar heel eerlijk in zijn? Ja, echt. Oké. Ik volg je namelijk al heel lang, maar ik ben je ook gestopt met volgen. Ja. Bewust. Ik weet het nog. Ja, ik heb je bewust een tijd niet gevolgd, omdat je toen inderdaad een wat andere type foto's ging plaatsen waar ik zelf persoonlijk heel erg onzeker van werd. Ja. En dat zijn dan meer blote foto's? Of ook... Ja. Nou ja, bloot. Nee, niet per se de blote foto's. Gewoon de meer geposeerde foto's, denk ik. Meer de modefoto's. Mm-hmm. Die verantwoordelijkheid ligt, vind ik, bij mezelf. Als ik merk van, die foto's bekijk ik en dan denk ik, oh my goodness. Dat wil ik ook. Want dat is wat het bij jou teweegbracht. Ja. Ja. Gewoon dat het dan in mijn hoofd, dat ik dacht van, nou ja, jeetje Mina. Kijk, als ik er zo uitzag, dan ging het leven wel prima. Maar nu ik je ken, vind ik het weer veel makkelijker om je te volgen. Ik denk dat ik dat wel snap, want ik denk omdat je me nu kent, dat een bepaalde magie er ook af is of zo. Jij hebt mij ook bijvoorbeeld gezien in de Bijenkorf met mijn nichtje met zo'n slaapzak. Ik denk dat een persoon een stukje echter wordt wanneer die façade er niet meer overheen zit. Ja, het is natuurlijk een keuze van jou om op deze manier jouw Instagram in te richten, maar dat is ook je volledig recht. Ja. Ik bedoel, het is jouw Instagram. Ja. Je hoeft daar niet inderdaad alleen maar candid foto's op te gaan plaatsen. Tot slot, voor alle meiden en jongens die kijken en die nu misschien heel erg worstelen met zichzelf. Ik heb dit ook aan Mariette gevraagd en ook aan Jaël die later komt. Wat zou jij ze willen meegeven? Ik zou zeggen dat als je heel erg moeite hebt met je uiterlijk en heel erg je daar druk om maakt, neem eens de tijd om te kijken naar wat er meer is. Als je merkt dat je heel erg druk maakt van ik zie er zo uit of zo, kijk eens naar wat je wel allemaal goed doet. En kijk naar bijvoorbeeld, er gaat iets heel erg goed op school. Maak daar een lijstje van. Hmm. Maak een lijstje van alle dingen die goed gaan en die heel waardevol zijn. Misschien heb je bijvoorbeeld wel een hele nuttige baan in de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Hmm. Dan ben je zoveel, veel meer dan dat uiterlijk. Dat is zoveel belangrijker in je leven. En ik denk dat als je dat allemaal gaat opschrijven, en het is noods ook aan mensen om je heen gaat vragen. Ja, dat is dan ook een goeie. Ja. Ja, dat je dan veel makkelijker dat uiterlijk los kan laten. Ja. En dat je kan denken, het is zoals het is. Dankjewel dat je dit wilde doen. Dankjewel dat ik het mocht doen. Ik kijk heel erg uit naar je boek als die ook al. En naar Baby. Baby, naar baby. Ja. April. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Aflevering 2, de info staat hieronder in de beschrijving waar je het terug kan zien. Kunnen ze jou volgen op social? Heb je open profiel? Ja, ik heb een open profiel. Dus die informatie zet ik hier ook onder. En volgende week zijn we weer bij jullie terug. Dan zit ik hier weer met een hele bijzondere gast. En voor nu, dankjewel. Ik zie jullie snel weer. Bye.